En zo gaan we kijken wie het meeste water aan het einde van de spellen over heeft. Vrijdag 1 juni was er een vuur- en waterspectakel op het terrein van de scouting voor de jeugd uit Lieshout. Dit waren Scouting Lieshout, de Energy Teams, Labeek Actie en Teen Events. Rustig lopen. Ja, is dat een heel ding?